Voorzitter, dan het wat heikel punt, gebedsoproepen. Wie zijn oren in ons land te luisteren legt, hoort dat er steeds meer versterkte gebedsoproepen komen in Nederland. Niet alleen zoals de plannen onlangs in Amsterdam, maar ook op veel andere plekken. Onderkent de regering dat er velen zijn die er grote moeite mee hebben dat er regelmatig een geloofsbelijdenis over de stadswijken wordt uitgeroepen. En dat is nog wat anders dan kerkklokgelui, want dat is geen geloofsbelijdenis. Dat geldt zeker ook voor mensen die juist vanwege vervolging of onderdrukking hun thuisland ontvlucht zijn. En de vraag is dan ook aan de staatssecretaris of hij samen met de bewindslieden van Sociale Zaken onderzoek wil doen naar het aantal plaatsen waar versterkte geloofsbelijdenissen uitgeroepen worden over stadswijken. En de evaluatie van de wet openbare manifestaties laat zien dat de wet beter op de praktijk kan worden afgestemd. En de vraag is, willen de bewindslieden toewerken naar verbetering van de regels om versterkte gebedsoproepen te voorkomen? Ja, was u klaar met dit punt? Dit punt is afgehandeld, wat mij betreft. De heer Usturk. Volgens het aantal gelovigen in Nederland zijn in de minderheid. En de gelovigen zouden elkaar onderling moeten steunen om hun geloof, die we ook in onze grondwet hebben verankerd, te kunnen beleven. Maar op het moment dat iemand van de SGP kerkklokken geluid niet als geloof wil zien en het oproep tot gebed bij de moslims wil aanpakken, dan denk ik dat wij toch ver gezakt zijn als het gaat om vrijheid van godsdienst. Ik wil de SGP vragen van, ziet u echt daadwerkelijk de kerkklokken niet als een onderdeel van de kerk, een onderdeel van het geloof? En wilt u daarmee de weg openen om oproep tot gebed voor moslims te verbieden? De heer Bisschop. Voorzitter, ik denk dat ik mij niet voldoende duidelijk heb uitgedrukt. De formulering die de heer Ostert kiest is niet de mijne. Alsof het luiden van kerkklokken geen onderdeel zou zijn. Natuurlijk is dat een onderdeel. Alleen, ik zeg, dat is niet een vorm van geloofsbelijdenis. Dat is een vorm van aandacht trekken, attenderen op. Het maakt enig verschil of de klassieke middeleeuwse klok over het dorp luidt, of over de stad, of Allahu Akbar. En dat is dan nog een kreet die in bepaalde context helemaal schrikreacties oproept. En in die zin zou dus... Kijk, als de moskee, misschien kunnen we daar elkaar op vinden. Stel nu dat de moskee een kerkklok in de minaret hangen en die luiden. Is dat een oplossing? De heer, ik bedoel, Sturk. Ja? Het is verschillend van aard. U moet zich schamen dat u achternaam bisschop is. Dan moet je echt schamen. Nou, dat echt. Ik was denk ik dat voorlopig u niet van plan. Ik denk dat u als u zondag naar de kerk gaat echt diep na moet denken wat u nu aan het beweren bent. Een even oude oproep tot gebed ziet u als schrikbewind. En het kerkgeluid ziet u als van klassiek. Er zijn gewoon in Amsterdam wijken waar ongelovigen leven, die ook last hebben van kerkgeluiden. Ja? Daar staan wij achter. Wij staan achter de kerk. Wij staan achter de synagoge. Wij staan achter de moskee. We staan achter alle gelovige mensen. En dat zou u ook moeten doen. Dat zou u ook sieren met zo'n achternaam als bisschop. U zou zich moeten schamen om vanuit de SGP een ander geloof aan te vallen en proberen hier voor eigen parochie te preken en een andere geloof, zeg maar, net als in de tijd van kruistochten aan te vallen. Voorzitter, Ik vind het een beetje jammer dat de heer Usturk zo ver gaat in zijn persoonlijke aanval dat hij zelfs mijn achternaam erbij betrekt. Dat staat hem vrij natuurlijk, alleen dat is eigenlijk niet de mores van dit parlement, bij mijn weten. Dus ik laat dat maar verder voor wat het is. Wat ik betoogd heb, en ik heb dat geprobeerd in alle zorgvuldigheid te doen, valt ook niet te ontkennen dat dat zo is, dat de aard van de oproep vanaf de minaret, dat die van anders is dan de aard van het geluid van een kerkklok. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het een is een uitgesproken over het dorp, stad, de wijk schallende geloofsbelijdenis. De ander is een oproep van attentie, of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen. Maar dat kun je toch geen oproep tot gebed noemen, dat luiden van de kerkklok. Dus mij dunkt, voorzitter, dat ik dit voldoende heb toegelicht. Tot slot op dit punt, de heer Usturk. Voorzitter, bij de moskee wordt door de imam of de hafiz, zeg maar, oproep tot gebed. Mensen worden opgeroepen om naar het gebed te komen. En heel vaak, ik kom uit Roermond, het is een bisschoppelijke stad. Eeuwenlang hebben we daar de bisschoppelijke paleis, bisschoppelijke rechtbank, het kathedraal. En iedere zondag wordt daar gewoon met kerkklokgeluid. Ik heb daar geen moeite mee.
Ik heb daar geen moeite mee, omdat daar mensen eraan hechten om door kerkklokkenluid naar de kerk te gaan. Ik snap niet dat u moeite heeft tot een oproep tot gebed. En als mensen Allahu Akbar zeggen, dan zeggen ze gewoon van, kom tot gebed, Allah is groot. Dat wordt al sinds het bestaan van de islam al in alle landen gedaan. Miljarden moslims zijn er in de wereld. En u probeert een ander geloofgemeenschap hun geloofbelijdenis af te pakken. En dat, daarmee opent u een hele gevaarlijke weg voor de gelovigen in Nederland. Ook voor uw eigen geloof. Voorzitter, net zo min als ik in zou stemmen met luidsprekers die luid de preek of het gebed van een dominee vanaf een kerk uitstortend over de wijk zou accepteren en zou willen wettigen. Net zo min wil ik een gebedsoproep vanaf de moskee faciliteren. En als de heer Öztürk zegt, voorzitter, dat ik hen hun geloofsbelijdenis wil afpakken, ja, dan heeft hij toch echt niet begrepen.